Dus ik ben Magali en ik ben masterstudent meertalige professionele communicatie hier aan de universiteit. En dit jaar schrijf ik eigenlijk mijn thesis nog binnen strategie en innovatie. En daarnaast ben ik ook jobstudent hier op het departement management. Ja, dus mijn praktijkproject ging eigenlijk over projectmanagement. En dat heb ik gedaan bij Pundel, een corporate venture development firm. En daarbij was het de uitdaging van het bedrijf eigenlijk om hun type projecten te structureren aan de hand van archetypes. En die heb ik dan proberen op te stellen en zo zou het proces zowel voor het bedrijf als voor de klant ook vereenvoudigd worden. Dus ik heb een multidisciplinaire opleiding gevolgd, waarbij professionele communicatie aan de ene kant gecombineerd wordt met management, maar die integreren ook heel veel met elkaar. En dat heb ik in dit project ook mogen zien. Daarnaast ook in de opleiding word je echt aangemoedigd om je eigen pad te bewandelen en echt je eigen ding te doen binnen de opleiding. En dat heb ik dus ook kunnen doen door deze profileringsruimte in te vullen met een praktijkproject. Dus ik vind het zelf heel belangrijk dat er een link wordt gelegd tussen onderzoek en de praktijk. En dit is eigenlijk de ideale manier om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Dus daar heb ik heel veel uit kunnen leren. Ik vind het 100% een aanrader, want dit is ook echt een andere manier van werken dan bij andere opleidingsonderdelen. Dus ja, ik zou je zeggen, sowieso komen doen.